Welkom iedereen bij mijn Let's Play Pokémon Manly Pink Nuzlocke Challenge. Als jullie afvragen wat er was met die montage aan het begin van deze video, laat het wel zien. Al mijn Pokémon zijn zowat geëvolueerd. Tom is nou een fucking breviary. Niels is ook... Nou ja, Niels is niet geëvolueerd. Maar hij is heel mooi geworden. Sorry, ik moet even iets doen aan de camera hier, want het spel ziet een beetje raar uit. Pumbaa is nog steeds hetzelfde. Ballerina is er ook, Kees is er ook. Cell is een Reuniclus geworden. Reuniclus. Ja, om even een inwezen na te hapen. Alice was een Mandibus geworden. En Soft Ice is een Fanulix geworden. Dat had ik wel voorzien. Soft Ice is nou een Bybanira. En Alice is nou een Mandibus. Nou, in deze aflevering, ik had het beloofd, gaan we gokken. Ja, dat klonk heel lekker. Maar we gaan ook even iets anders doen. We gaan niet rijden over water. Ik ben niet fucking Jezus. We gaan vissen. Hey, dit telt nog steeds als een nieuwe route en we kunnen vissen. Dus technisch gezien mag dit. Wat een verrassing! Pokéball. Go! Blijf erin! Dit was heel makkelijk. Dit had ik al eigenlijk in gedachten om te doen. Dus het klonk een beetje gespeeld. Nou, het is ook eigenlijk een beetje gespeeld. Maar ja. Oké, dus af een naam. Wat is een mooie naam voor een Hupplepup? Ja, voor een Hupplepup. Ja. Ik weet wel een leuke naam. Serpent. Eigenlijk is het een afkorting van Serpent Gameplay. Dus eigenlijk is het een beetje een eerbetoon aan Rick. Want ik heb nog geen enkele Pokémon Rick genoemd. Rick is eigenlijk Serpent Gameplay. Heel veel mensen weten dat eigenlijk wel. Ik heb er één voor Kees gedaan. Ik had er één voor Ruimteschaap gedaan. Die heet Niels. Ik heb er één voor Skuldkou gedaan. Dus het is een beetje eerlijk om Rick ook wat te doen, oké? Okay? Is heel eerlijk. Nee, even Kees bij deze gast ophalen. Dank u. Maar we gaan niet meteen gokken. Nee, eigenlijk gaan we wel doen. Ik ben een beetje aan het twijfelen wat ik ga doen. Ik kan ook heel veel geld halen en dan alle Pokémon's doen. Maar ja, dat is niet leuk. Nou, een beetje geld scoren hier. Want ik... Er is geen regel in de Nuzlocke dat je geen Pokémon's mag krijgen. Dus ik wil het een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Misbruiken. Laat ik even zo zeggen. Ik wil gewoon heel veel coins hebben. Zodat we een paar Pokémon's kunnen krijgen van de... Hupplepup van de game corner. Dus dit ziet een beetje apart uit dat ik dit allemaal doe. Ja, het is ook een beetje apart wat ik doe, maar... Ik had eigenlijk al een idee toen ik aan deze Nuzlocke begon. Nee, dit is TM's. Deze moet ik hebben, ja? Ja. Nou, dit zijn alle Pokémon's. Je hebt geen idee welke Pokémon's het allemaal zijn. Dat is het probleem. Dratini zit zeker niet in het spel. Dus we nemen een Abra. Ja, we nemen een Gochimu. Dus Abra is een Gochimu. Wat is een leuke naam hiervoor? ik heb echt geen idee. Kairi? Ja, ben ik een Kingdom Hearts LP aan het kijken. En daar speelt Kairi ook in. Ja, het is een beetje... Het is een heel aparte... ding hoe ik het zeg, maar ja. Ah, nee. Weer een chinchilla? Waarom heb ik alleen chinchilla's? Niet. Nog. Eén. Kan het? Ja, niet nog één. Nou, heel slecht Nederlands weet ik ook wel. En een Dratini. Monozoo. Ah! Dit is een fucking dino! Ah, die wil ik in mijn team houden. Die wil ik echt in mijn team houden. Ik noem hem gewoon Dark. Klaar. Nou. Nu hebben we een heel mooi team.
We hebben Kairi. Level 9, level 8, 18. Bytehead met Rickwef. Het is niet slecht. Het is zeker niet slecht. Nou, droppen we deze allemaal in de box. In de verkeerde box, zie ik wel. Deze gaat eruit. Ballerin gaat eruit. En Dorius en Kees gaat eruit. Nou, Dark gaat in de box. Ja, ik ga meestal van hetgeen nou echt offscreen doen, omdat... Je wilt niet weten hoe lang het duurde om... al deze Pokémon tot level 50 en 4... Het duurde gewoon lang, laat ik het zo over zeggen. Ik had een uur nodig om ze 3 levels up te krijgen. Een uur! Dat verklaart ook de afwezigheid van heel veel afleveringen hiervan. Dit spel duurt gewoon lang. Nou, dit keer gaan we de gym doen. Leader Darren, de Bug Loving Traveler. Zijn vast blij als ik binnenkom. Ah, alle meiden zijn hier nog steeds hetzelfde. Dat vind ik wel een beetje jammer. Nou, we hebben weer een Levani met een stomme ding. Ja, je zult zo meteen wel een keer zien dat ik allerlei verschillende aanvallen nou heb. Zoals je bij Niels misschien kon zien dat hij nou Psycho Boost had. Dus ja. Dus daar moest je een beetje aan wennen. Dat spijt me wel. Dat is wel vervelend als je offscreen grindt. Maar ja, het kon even niet anders. Ik ga niet dit allemaal nou laten zien. Want dat duurt gewoon lang. Is ook niet leuk om naar te kijken. Het is gewoon saai. Laat ik het zo even ophouden. Het is gewoon saai. Oké, level 51. Dit schiet heel lekker op. Dit vind ik wel fijn aan de spatiebalk. De speed up knop van de Visual Boy Advance. Oké. Vlammenwerpen. Nee, ik denk dat ik het naar deze gym wel laat zien wat voor aanvallen iedereen al heeft. Die in mijn team zit, hè. Ik ga niet iedereen weer uitleggen wat voor aanvallen die heeft. Bla bla bla. Want dat is saai. Moet niemand aan kijken. Is ook niet leuk. Nou, wat gebruik jij? Een Escavalier. Deze heeft zo'n rare naam. Escavalier. Escavalier. Het klinkt gewoon raar. Het klinkt apart. Het is ook raar genoeg de enige gym waar je niet bij de gym leader kan komen als je geen kut bij je hebt. Geen Pokémon die kut heeft. Mijn Pokémon... Ja, mijn hobby... Ja, mijn Pokémon is hobbytraining. Dat sluit echt nergens op. Vlammenwerpen. Niels is echt... Ook mijn beste vuurtype. Ja, Pumba is er ook, maar die is echt meer voor de fysieke aanvallen, zoals Brickbreak. Ja, ja, bla bla bla. Ik weet eigenlijk heel veel doorspoel nou, maar... Heel veel van die gasten duren gewoon lang en is ook niet leuk om naar te kijken. Oké, Ayanto. Hoe moet je het eigenlijk uitspreken? Ayanto? Ik vind Durant een leukere naam, Durant. Zo, klinkt ook leuk. Durant. Kalme geest. Nou, kom weer dit. Vlammenwerpen to the face. Ook leuk. Oververhitting. Nee. Ja, haalt de speciale aanval naar beneden. En kijk eens even. Hij heeft Psycho Boost, Schaduwbal, Vlammenwerpen, Psychisch. Allemaal speciale aanvallen. Dus ik heb daar niks aan. Hij maakt al zijn aanvallen veel zwakker. Nou, laatst gehad. We hebben een hekel aan rots en vuur. Wat is er gebeurd met vliegpokémon? Die zijn ook zwak tegen vlieg. Stelletje gekken. Nou, Niels is lekker bezig. Even hier, als ik nog iets heb. Ja. Nee, ik laat Niels niet doodgaan. Wat? Dit is de eerste keer dat ik een date hoor hierin. Ja, mijn vriendje, mijn vriendinnetje, dat heb ik wel vaker gehoord, maar ja. Deze gast heeft er wel coole trainer sprite. Darren, Pandora. Nou, dus gaat toch allemaal in één keer dood, weet ik zeker. Ja, het is slecht commentaar wat ik nou geef, weet ik ook wel. Durant. Signal Beam. Hoe kan zoiets een Signal Beam? Dat hij crunch kan ik me wel voorstellen. Dat hij takedown kan ook, maar... Signal Beam? Nou ja,
Maar als het zo is, is het zo klaar. Vlammenwerpen. Oké. Uragumatsu. Je maakt serieus een grapje. Hij heeft een fucking vol corona. Ja, fuck you. Dit staat echt nergens op. Voor mensen die niet weten, Volcarona is een fucking beest. Dit is de... Nou ja... Dit is mijn ene favoriete Pokémon van heel Pokémon Black. Die gast is... Ja, let maar niet op de rare candies. ik heb niks gezegd. Nee. Ja, deze gast is een beest. Echt. Hij is rot. Hij is zeer sterk. Een van zijn signature aanvallen is Quiver Dance, waardoor zijn aanval omhoog schiet. Die gast is gewoon een beest. Echt, dit is niet normaal. Nou, Pumba krijgt ook wat XP. En ik heb niks meer om te healen. Dus ja. Oké. Ja, la. Dit was lekker snel. Ja. Gigatrain. Dank u. Nee, wat ik wil zeggen over Volcarona. Volcarona is... Heeft een heel speciale aanval. Is snel. Enige nadeel is het duurt lang. En is ook de enige... insect vuur Pokémon nog wel. Nou, Niels hebben jullie aanval al gezien. Sigrius, Vlamweb, blablabla. Nou, Reuniclus is een van mijn favorieten nou. Heeft Schaduwbal geleid en Sigrius. Recovery heb ik nog steeds gehouden omdat hij gewoon... Kijk eens naar die speciale verdediging, zo hoog. Tom kan vlieg. Ik heb de HM niet. Dus vraag dat niet. Hij heeft gewoon uit zichzelf geleerd. Dat vind ik best geinig. Nou, Pumba heeft niks. Ballerin heeft Aeroblast. Hydropomp geleerd, ook fijn. En Kees heeft niks geleerd. Dat is wel jammer. Nou. Ja, jullie hebben de herkennis wel gezien. Ja, dat weet ik ook wel. Maar... Het duurde gewoon veel te lang om te trainen. De laatste 3 levels. Om ze maar naar level 40 te brengen was ik een week mee bezig. Dus toen heb ik maar gewoon een cheat gebruikt. Het duurde te lang. En jullie geen Manly Pinker lange tijd te laten zien is ook niet leuk. Nou, hoe lang zit ik nou eigenlijk? Ja, ik zit nou eigenlijk al op mijn limiet, jongens. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben. Volgende keer gaan we het casino in. En dan gaan we de gastjes verslaan. De Team Plasma medewerkers. Is hier nog iets belangrijks? Alsjeblieft. Nee, niks. Nou ja. Ik hoop dat jullie genoten en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!